Dit wordt een lekkere, rustige beschouwing, want deze beschouwing die gaat over de filosofie, de essentie van de huishouding. En nou heb ik de essentie al verklapt, <laughs> want het houden van huis, dat is een activiteit die drukt zich uit in rust. Een kalm aandoen. Even de, de inleiding. Arthur Schopenhauer. Die heeft een essay geschreven. En dat is in een bundel uitgebracht. En die bundel die heet. Uh, er is geen vrouw die deugt. En ik dacht dat het het eerste essay is wat erin staat. En dat heet Over vrouwen. Uh, daarin. In dat essay staat dat het vrouwen te verwijten is dat ze een grote mond hebben en aan de andere kant nooit de moeite hebben genomen om een boek te schrijven dat heet De dubbele punt, de filosofie der huishouding. En dat laatste is waar, en dat eerste ook, namelijk dat vrouwen een grote mond hebben. Mijn dochter, die heeft ook een grote mond, die zei laatst uh, heel luidruchtig: Nou, en ik word geen huisvrouw. Dacht ik ook. Oh. Ja. Nou, goed, dat weet ik dan ook weer. Ja. Dus uh, voor mijn dochter is dit niet bedoeld. Of ze moet op de schreden terugkeren, dat kan altijd. Dus, uh, Wispelturigheid is niemand vreemd, ook een vrouw niet. Maar waar gaat het nou om hè? met de huishouding? Wat is de essentie ervan? De, toen de katholieken Duitsland hadden overgenomen, Toen. Het uh, is met Adolf Hitler. Toen hadden ze een credo en dat ging, dat ging ook over de huishouding en dat heette uh, de drie R'en. En dat was rust, regelmaat en reinheid. En de eerste was dus rust. Want dat moet het huis zijn. Het huis moet een oase zijn van rust. En voordat ik het vergeet, uh, ik heb het over een huishouding waarin kinderen betrokken zijn. Als je met z'n twee of in je eentje, als je ergens woont, ja, dan moet er ook huis gehouden worden. Ja, dan bekijk je maar lekker zelf. Dus ik woon momenteel ook in mijn eentje. Nou, daar valt weinig over te zeggen hoor. Ik heb een lekkere woning, precies zoals je zelf wil. Ik doe de afwas wanneer ik er zin in heb. Maar aan de andere kant, het is wel lekker rustig hier. En ik ben graag thuis. Ja, waarom niet? Ik, ik heb hier al mijn spullen. Mijn, mijn computer, mijn internet. Er komt stroom uit de stopcontacten. Ik ben lekker aan het rommelen in huis. En voor een deel wat ik doe, ja, daar gaat het dan ook over. Hè? De inrichting van je huis. Want dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Een beetje opruimen, een beetje schoonmaken. Uh, ja, een beetje nadenken over de inrichting voor zover het nodig is. Heel veel dingen staan goed. Ja, je kan ze wel gaan veranderen, maar waarom? Je kan altijd alles anders neerzetten, maar hoezo is dat dan beter? Nee hoor, laat het wel lekker staan zoals het staat. Maar nu even, als de kinderen in het spel zijn. Kijk, ik heb daar ervaring in. Dus ik heb, ben verantwoordelijk geweest voor de huishouding. Van, een, van drie personen: ikzelf, de moeder van mijn kind en het kind. En de moeder van mijn kind, die, die deed niet zoveel. Om niet te zeggen, het enige wat ze deed was de was doen. En daar heb ik ook wat over te vertellen. En, en drie dagen in de week zetten ze het warm eten op tafel. En één keer in de week stond ze als eerste op en maakte ze ontbijt. Nou, ja, dat was het dan. Ja, nou, dat is ruimschoots onvoldoende natuurlijk. Ja. zij ja, had, was van mening van... Nou, zo, uh, dit is allemaal wel prima. En, uh, ja, ik, ik voel wel, uh, ja, ik vind het wel uh, ja, uh, tof. Ja, omdat ik de rest weet. Dus ik weet wat de huishouding inhoudt. En dat is meer dan dat. De huishouding doen, dat is meer dan... Uh, de was doen en drie dagen in de week het warme eten op tafel zetten en dan één keer in de week als eerste opstaan en ontbijt maken. Dat is echt wel iets meer aan de hand. Hè? Als ik dat nou moet samenvatten, dan is het eerste wat ik zeg: is dat je ervoor moet zorgen dat je huis een orde uitstraalt. Dus alles moet zijn eigen plek hebben. En je moet er ook over nadenken dat het makkelijk schoon te houden is. Want als het niet makkelijk schoon te houden is, dan ben je veel te veel tijd kwijt met het schoonhouden. Dus je moet er ruimte hebben in je woning om met een stofzuiger in de rondte te kunnen gaan. Dus er moet niet overal troep staan. Want, uh, als je er met een stofzuiger niet bij kan, dan moet je iedere keer al die spullen opstijgen stijl zetten. En, uh, dus daar moet je even over nadenken. De inrichting van je woning is belangrijk. Voor de huishouding. Hè? Dingetjes moeten een eigen plek hebben. Dat zoiets als, er zijn heel eenvoudige trucjes. Maar je hebt in een aanrecht een gootsteen. En onder de gootsteen daar zit een kastje. Dat is het gootsteenkastje. Nou, daarin staan de schoonmaakmiddelen. En de schoongewassen vaatwashandjes en. de vuilniszakken. Meer staat er eigenlijk niet. Ja, in mijn geval heb ik er ook nog liggen de knijpers. Ik heb hier in, in huis heb ik een aantal knijpers. Niet om de was op te hangen, want ik heb een wasdroger. Maar die knijpers vind ik handig voor. Als ik kruidenzakjes, dingen koop, en dan knip je ze open, en dan moet het even dichtgevouwen worden, en dan doe ik er een knijper bovenop. Vind ik handig. Gewoon zo'n houten knijper. Allemaal van die kleine trucjes. Nadenken over de inrichting van je keuken, van je woonkamer, van je slaapkamer. En wat berg je waar op? Neem daar rustig even de tijd voor. En los daarvan heb ik dingen als plankjes en ja, welke stoel zet je waar neer. En dan zou ik, als ik jou was, een boekje lezen van Rudolf Steiner over de inrichting van een woning. Die zegt er hele aardige dingen over. Steiner komt met het fenomeen dat je moet werken met afgeronde hoeken. En niet per se alles onder 90 graden. Doe rustig een keer, ja, doe iets schuins in je kamer. Ook niet precies 45 graden, maar doe een beetje mal. Weet je? heb je ook nog die Japanse inrichtingskunst, die heet Fung Soe. En ja, die leert bijvoorbeeld dat je uh, dat je in de woning, in een woonkamer, uh, dat je geen stoel moet zetten die met zijn rug naar de deur zit waardoor men binnenkomt. Als je een of andere subdeurtje hebt waar af en toe uh, ja, ja, daar maakt het niet zo wel uit, maar de hoofddeur waardoor men de woonkamer binnenkomt, geen stoel die daar met de rug naartoe zit. Dat, dat zit niet aangenaam. Nou, dat soort trucjes. Kleurgebruik is erg belangrijk. Als je kijkt naar McDonald's, die, die restaurantketen, die hamburgers, je ken het wel. Of naar de Burger King, daar hebben ze hetzelfde hoor. Kentucky Fried Chicken, dat is allemaal hetzelfde. Daar wordt gewerkt met felle kleuren. En de reden dat ze dat doen, is dat in, in een omgeving met felle kleuren, daar voelen mensen zich ook heel fel en een beetje opgejaagd. En oh, oh wat allemaal... Hè? En in die opgejaagdheid, die is heel handig voor de McDonald's. Want als mensen de hamburger op hebben, dan voelen ze zich zo opgejaagd door die felle kleuren... dat ze denken van kom, nou we gaan weer uh, shoppen. Ja. Dat is precies wat ze willen bij de McDonald's. Dus uh, uh, hamburgers bestellen en de cola bestellen en, en de sluffy of zo. En de milkshake en dan hup alles uh, op en dan gelijk weg. En Ruimte maken voor de volgende. Waaruit je kan leren dat in je woonkamer, in je slaapkamer, in je huis geen felle kleuren. Niet doen. Dat, dat, uh, dat, maakt mensen, dat geeft mensen, zonder dat ze het in de gaten hebben, een opgejaagd gevoel. En je eigen dus ook, hè? jezelf. Daar haal je wat boekjes over. Mijn moeder die, die had dan een woning, zo'n nieuwe woning. En zei ze zei: Ja, dan wil ik alles grijs. En als ze 50 twintig grijs in de woning, en dan denk ik: Ja. Ja, dat is mij iets te klinisch, hoor. Maar daar mag je zelf over nadenken. Iets te koud vind ik het. Ik heb zelf ervoor gekozen in mijn woning om alle muren wit te hebben. En dan heb ik ook in mijn woning ja, leuke dingetjes. Er worden foto's opgehangen en een schilderijtje. Niet, niet overdadig of zo. Er hangen een paar gitaren aan de muren. Nou, dat breekt wel leuk. Ik heb wat Ikea-kasten die hele simpele dingen. Daar heb ik een kleurtje gegeven. Nou, die komen er dan leuk uit hè, met die boeken. Hè? Tegen dat wit. Alles contrasteert leuk. Dus wit vond ik, het uh, ja, bevalt mij prima. En dan hand, dan kan je kiezen voor het romige wit. Dan denk ik, wauw, dat kan je doen, maar het wordt vanzelf romig wit. Hè? Doordat je erin leeft, dat je, ja, het verkleurt door, de zon, door het zonlicht. En ik heb hier een tijdje gerookt. Ik rook nu niet meer, maar ik heb een tijdje gerookt. Daar wordt het ook een beetje geel van. Maar zonder meer wordt het geel. Zorg ervoor dat je woning iets is waarin jij je lekker voelt. Als jij de huishouder bent. Je creëert je eigen werkplek. En zet die dan ook helemaal naar je eigen hand. En, doe, ja, en probeer wat uit. Even kijken. Als je nou zo'n stoel daar neerzetten? Ga je er eens even in zitten? Dan denk je, nee, het is het toch niet helemaal. Dan zet je hem weer terug naar waar hij stond. Denk goed na over je, de, de plek waar jij als huishouder gaat werken. Dit gaat over de filosofie van de huishouding. En ja, het werken, dat, dat dient aangenaam te zijn in een aangename omgeving. En werk je ergens voor een baas, ja, dan heb je niet zoveel te vertellen over die omgeving. Dan moet je er maar genoegen mee nemen. Maar jij als huishouder, ah, daar heb je het zelf voor te vertellen. Nou, gebruik dan die zeggenschap en maak er wat van. Ja, ik heb dus jarenlang de huishouding gedaan. Met heel veel plezier. Ja, ik, niet fulltime door de weeks. Maar ik had wel het merendeel der taken. En, en ik was toch ook toen het kind klein was, totdat het... Nou, dus de eerste vier jaar was ik anderhalve dag in de week thuis met het kind. En vond ik dat erg? Nee, helemaal niet. Het was één groot feest, moet ik zeggen. Zo, wat vond ik dat leuk, hè? Zo heerlijk om voor zo'n klein hummeltje te mogen zorgen. Er had er nog wel een bijgemogen, wat mij betreft. Dan zorg je voor twee hummeltjes. Ja, als je er voor eentje zorgt, kan je er ook voor twee zorgen. Dus, uh, ik zou er een beetje tijd tussen nemen, maar. Vooral het eerste kind, dat kan echt. Uh, dat nept erin hoor. Maar als die, die, dat eerste kind zo'n jaartje of twee is of zo, dan heb ik hey, de volgende. En ja, waarom niet? Kan makkelijk. En dat heb ik ook gemerkt, het dat, dat, dat stelt helemaal niet zoveel voor. En als je je huis lekker op orde hebt. Dat het ordelijk is, dat het, alles heeft zijn plek. Ja, dan ben je nooit naar iets op zoek, want je weet precies waar alles ligt. Nou, schoonmaken, dat is dan maar hartstikke makkelijk. Dus daar ben je zo mee klaar. Wat moet je nou schoonmaken in een woning? Ja. Nou, en je kind, ja. Kijk, als je je kind van begins af aan leert dat het zichzelf moet bezighouden... En dat het niet de hele tijd een ouder-verzorger in de buurt is die het bezighoudt. Dan krijgen ze een kind die de godkansertijd tijd mama of papa loopt te brullen. Dat moet je niet hebben. Gelijk als die kinderen. Ja, een baby, daar heb je niet veel omkijken naar. Maar als ze dan een beetje gaan lopen of zo. Gewoon zelf laten doen. Laat ze maar lekker in haar eentje spelen. Met een boekje van Dick Bruna. Een stuk papier met wat krijtjes. Gewoon een beetje de afstand nemen tot je kind. Laat het ook rustig eventjes zo'n kwartiertje alleen in de kamer, waarom niet? Niet de hele tijd er bovenop zitten van mama is er wel om de boel in de gaten te houden, daar worden die kinderen alleen maar zenuwachtig van. Zo'n ja, kind even alleen laten is ook een blijk van vertrouwen geven. Dan krijg je van die zenuwachtige mormels. De moeder van mijn kind, die, die deed het helemaal fout. Die was de godgansen tijd bezig met het kind. Dat moet je niet doen. En dan creëer je een kind mee wat, moet zeggen, wat geen zelfvertrouwen heeft. Als mama niet in de buurt is, dan is er iets niet goed. Terwijl mijn kind met mij in de buurt, ja, wisselt hij wel oh, Met papa, ja, met papa kan je gewoon, uh, ja, mijn papa is altijd een beetje, nou, nee, helemaal niks aan de hand. Ja, precies. Ik had het zo makkelijk, dat die anderhalve dag dat ik thuis was met het kind. Dat is zo goed als vakantie. Nee, je moet wel wat dingen doen, maar... Oh, lekker rommelen in huis. Dat is toch heerlijk. Een beetje de planten verzorgen, dat is toch leuk. En het kind zat dan rustig in een hoekje. Uh, met een boekje. Of oh, we gingen tekening maken. Of kleien, dat is ook klei. Ja, maar lekker kleien hoor. Geschilderen. Ja. Ja. Ja, dat kind heeft wat afgeschilderd en afgekleed. Lekker die koters gewoon hun eigen gang laten gaan. Daar kwek je zelfstandige kinderen mee. Dus ik weet nog wat. Mijn dochter was twaalf of zo. Toen kreeg ik een aanval van RSI. Ik ben programmeur en heb je dat wel eens. Een hele zware aanval van RSI en ik kon geen eten koken. No way. Ik verrekte van de pijn in mijn rechterarm. Van mijn linker met mijn rechterpink tot en met mijn rechter schouderblad. Was alles is helemaal verstrakt. Nou, toen kwam mijn dochter die kwam binnen. Dat was na de scheiding. Ik ben, ik ben het huis uitgetrapt daar. Door die uh, onverstandige moeder. Nou, als moeder. Ja. Biologische moeder, moet je zeggen. Nou, ik ben niet meer boos of zo. Ik ben niet wrokkig. Maar even de situatie schetsen. Hè. En toen kwam mijn dochter kwam bij me binnen. Want ze zat met mij eten en slapen. En toen zei ik tegen haar: Ja, leuk dat je er bent. Maar ik kan geen eten koken. En ik wil graag ayam pedis, daar heb ik echt zin in. Hete kip, op z'n Indonesisch. Dus dan moet je naar de, de supermarkt gaan. Je moet dat halen, dat halen en dat halen. En ik wil er graag komkommensalade bij. Dan zei ze, oké okay, pap, dat is goed. Kijk, dat soort kinderen moet je hebben. Die zelfstandige kinderen, die kunnen ook wat. Dat heb je nodig. En dan doe je het goed. Dan doe je de huishouding goed. Dat is de essentie van de huishouding. Want een woning die ordelijk is, opgeruimd is, schoon is. Niet klinisch schoon, maar iets van schoon. Ik zou wel, wel wat planten in huis nemen, altijd leuk. Ook leuk voor, als de, ja, voor de kinderen. Dan ben je de planten aan het verzorgen. Dat geeft een heel leuk beeld naar die kinderen toe. En wat is mama aan het doen? Of papa? Hè? Oh, die is de planten aan het verzorgen. Ja. Lekker rustig is dat. Hè? Die rust, daar gaat het om. Hier achter mij zijn nieuwe woningen gemaakt. Juppen, hele dure woningen. En er zitten een paar gezinnen. En die kinderen die zijn druk, jongen. Oh, 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 oh. Hij kan alleen maar schreeuwen. Zou ik niet. En die ouders ook, hè. Die zijn ook zo druk. En die oh, je zal er maar. Ja, man, daar kan je toch niet tegen. Ram voor de buurt. Jeetje, wat een herrie. En die mensen hebben dat zelf niet eens in de gaten. Die, die doen gewoon lekker druk. Ja. Ja, mijn uh, huishouding is dat niet. Ik hou meer van die rust. Dat is toch logisch? Toch? Nou, en als je kind naar school moet, dan is het helemaal simpel. naar school brengen. Ja, ik zou een kind altijd op school doen vlak in de buurt. Dat is punt 1 voor het kind heel leuk. Want de kinderen in de klas die wonen dan in de buurt. Dus dan hebben ze al heel snel vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Dan is er weer een hele zorg minder. En. Punt 2, als de school in de buurt is, ja, dan hoef je ook niet zo'n eind te fietsen. Of met de auto. Om het kind naar school te brengen. Want dat moet meestal wel, hè, in het begin. Vroeger was dat trouwens niet. Ik werd door mijn moeder één keer naar de peuterschool gebracht. Of kleuterschool heette dat. Eén keer. Toen mijn moeder zei, nou, dan weet je de weg wel, hè. En ik zei, jammer man. vanaf dat moment ben ik altijd in mijn eentje naar school gegaan. Vanaf de kleuterschool af, hè. Maar ja, toen was het verkeer natuurlijk wat rustiger. Hè? Tegenwoordig is het gebruik dat die ouders die kinderen naar school brengen en van school halen. En was er ook leuk. Ik, ik vond het altijd leuk. Ik deed het met heel veel plezier. Wanneer is dat veel werk? Nee, nou, helemaal niet. Je moet er rekening mee houden. Dat is alles. Ja. S'morgen Morgens een beetje op tijd opstaan en een mooi programmaatje. En, ja, dan breng je het kind naar school. Klaar. En het is hartstikke leuk werk. Het is alleen niet druk. Het is niet enerverend. Het is niet zo dat er elke dag wat anders gebeurt. Ja, nou ja. Krijg je daar soms uh, uh, huiduitslag van of zo? Tuurlijk niet. Het is dus leuk als je een hobby hebt. Dat zou ik wel doen. Dus. Ik had dat probleem niet zo. Want ik had mijn werk altijd nog. Dus, uh, ik was reuze blij als dat kind uh, zelfstandig iets aan het doen was. En, en dan kon ik klanten gaan bellen en dat soort dingen. Maar stel, ik had dat niet gehad. Nou ja. een, een leuke hobby. Zo. Wat je maar wil. Voor mij wat meubeltjes opknappen, zo. Ga je dat toch lekker doen? Jij bent verantwoordelijk voor die huishouding. Je bent verantwoordelijk voor het geluk en het plezier van iedereen in die huishouding. En ook voor dat van jezelf. Dus vergeet jezelf niet. En draai alles met een bepaalde regelmaat. Dat is erg belangrijk. Door de week. Ja, die regelmaat gaat vrij, vrij makkelijk doordat die kinderen naar school moeten. Dat geeft al een stuk regelmaat. Maar nou, ook lekker regelmatig eten. Je hoeft niet op de 10 minuten nauwkeurig. Tussen 6 en 7 gaan we eten of zo. Ja, waarom niet? En het is toch leuk als je dat samen doet, hè? Met, je, met je man samen. Of het ja, ligt er aan wie de kostwinner is. En misschien dat je het om en om doet. Dat je allebei een parttime baan hebt. Kan ook. Ik heb dat een hele tijd gedaan hoor. Op maandag en dinsdag en vrijdag haalde ik het kind van school. En degene die het kind van school haalde, die maakte ook avondeten En op uh, woensdag en donderdag bracht ik het kind naar school. Huh. Hartstikke leuk, man. En op mijn werk moest ik dan zeggen: al oh, een uurtje of tig, van ja, ik moet nu kappen, want ik moet kind van school halen. En ik had dan de gezegende situatie dat dat makkelijk kon. Weet je. Het is niet voor iedereen natuurlijk weggelegd zo'n uh, ja, zo luxe. Maar heb je die luxe? Ja, ik zou hem pakken met, met beide handen. En in mijn geval uh, ja, was het met 14 jaar of zo was het afgelopen. En toen was mijn kind echt heel zelfstandig. Ging ze heel erg eigen plan trekken en alles. En... Ja, wel dat ik eten moest koken en zo, maar... Ja, alles met naar bed brengen en samen tanden poetsen en al die toestanden. Ja, dat was... Met de twaalfde kwam er al de klat in. Maar dan ben je toch lekker klaar, weet je. Het is maar veertien jaar als je één kind hebt. Dan heb je twee kinderen, nou goed, dat duurt wat langer, hè. Maar het is maar een klein deel van je leven dat je echt die huishouding moet draaien. Of je dat nou doet in je eentje of dat je dat doet met z'n tweeën, dat maakt niet zoveel uit. Hè? De principes blijven hetzelfde. Hè? Het huis moet lekker zijn. Hè? Jij moet je er goed in voelen. Je partner moet je er goed in voelen, moet zich er goed in voelen. Dat kind dat kent niet anders dan dat huis, dus nou, dat kind vindt alles goed. Hè? Rust moet er thuis zijn, er moet regelmaat zijn, er moet rein zijn, er moet een beetje schoon zijn. En je kind in de opvoeding uh, uh, positief stimuleren, de godkansen tijd. Dus als een kind wat goed doet, gelijk zeggen, oh, maar dat heb je goed gedaan. Nou, dat vindt papa heel erg. Uh, nou, papa is trots. Maar altijd positief. En natuurlijk doen dingen, uh, kinderen ook dingen. Die, ja, dat je denkt van jeetje. Wat een stom idee. Ja. Maar dat zeg je niet zo. Ja. En dan zeggen ze iets van: oh, aha, ja. Um, ja, als papa dat zelf gedaan zou hebben. dan zou hij altijd eerst dit hebben gedaan en dan pas dat. En het kind zo van: nou, oh, hoezo dan? Ja, nou, als je het omdraait. Dan, ja. Nou is het veel meer werk. Oh, maar niet boos doen of zo. Uh, nee, nergens van nodig. Straffen van je kind moet je allemaal niet doen. Uh, als een kind de dingen onhandig doet, dan weet ik wel wat. Dus, uh, je moet er wat van zeggen. Je moet zeggen: nou, als je dat zo doet, dan vind ik echt niet leuk." Ik weet dat mijn kind dat ik een iPad bezorgd. En toen wilde ze op de iPad gaan iPad'en, Maar mijn moeder zou op bezoek komen met haar man. En of dat dan mocht of zo. Ik zei, ja, dat mag wel. Want eigenlijk was er na de scheiding. En de eigen moeder doet er dan heel moeilijk over. maar nou, bij mij dus niet. Ik zei, nee hoor, maar mag gewoon op je iPad spelen. Als de grote mensen over grote mensen dingen zitten te praten. Ja, zo'n kind moet er dan een beetje bij zitten. Nee hoor, ga maar lekker op je iPad spelen. Ik zei maar. Als oma, dus hè, mijn moeder, haar oma. als oma wat vraagt. dan moet je wel gelijk antwoord geven. Hè? Dat is de deal. Nou, dat gebeurde dus tot twee, drie keer, tien, drie keer toe gebeurde dat niet. Dat ik moest ingrijpen. Dus en dan de naam van mijn dochter uitspreken. van hé, hey, Bout, en dan bij de voornaam. Hè. En uh, oma vraagt wat. Nou, dat is dus niet de afspraak. Nou, de volgende dag. Toen heb ik dat even. Mijn moeder was er dus niet bij. Ik ga niet dan overstaan van mijn moeder en mijn kind te leslezen. En de volgende dag mijn kind even apart genomen. Op een rustig momentje en gezegd van: goh, wat gisteren gebeurde toen mijn moeder er was. Dat was de bedoeling niet, dat was de afspraak niet. Dat vind ik niet leuk. He? En ik heb geen zin om jou te verbieden dat je niet met je iPad mag. Dat vind ik onzin. Maar ik wil dan graag een kind wat met die verantwoordelijkheid goed omgaat. Een oh, kind zo, oké okay, pop. Nou, toen is het nooit meer gebeurd. Klaar. En zo heb ik mijn kind van het begin af aan ja, gecorrigeerd. Om het zo maar te zeggen. Dus mijn kind is van mij niets anders gewend dan dat het altijd zo gaat. En nu is ze 19 en nou, in principe heb ik geen problemen met haar. Ze gaat haar eigen gang en dat vind ik prima. En zo moet het ook. De filosofie van de huishouding is dat je 14, 15, 16 jaar lang creëer je een veilige omgeving en dan gaan die kinderen de deur uit. Dan willen die kinderen de deur uit. Dan gaan ze erover nadenken. En dan gaan ze bij vriendinnen slapen. Dan, dan was de, mijn dochter was toen 15 of 16 of zo. Dan heb ik haar de hele vakantie niet gezien. We hadden allemaal plannen. Ja, nee, we gaan met de hele club. En dan gaan we eerst gaan we daar. De... Wat hadden die kinderen nou geregeld? Dat als de, de ouders op vakantie waren bij Piet, dan gingen ze allemaal in het huis van Piet. Daarna gingen de, 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 de ouders van Marietje op vakantie. En dan met ze allen in het huis van Marietje gaan zitten. Ja. Heb ik mijn dochter de hele vakantie niet gezien. Wat maakt mij dat nou uit? Mijn dochter zei nog van, pap, moet ik niet bij jou uh, langskomen? Ik zei, nee hoor, kind. Waarom? Heb je een leuke vakantie? Je hebt nou zin? Ja, het is, het is hartstikke leuk. We lachen ons kapot. Ik zei, goed zo, so kind. Maar zo moet het toch? Nou, zo moet je het doen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Hè? Nou, ik denk dat ik deze beschouwing... Uh, Mooi rustig heb gehouden. He? Rust, regelmaat en reinheid. Nou, en heel officieel zeg ik dan: Tjus en dag, lieve huishouders.